We beginnen met een verspreking en die komt van Bas van Werven van BNR Nieuwsradio. Die had het op een gegeven moment over de minister waar de publieke omroep dan het geld van krijgt, Arie Slob. Dat ging niet helemaal goed. De publieke omroep gaat ruim 70 miljoen euro aan reclameinkomsten mislopen. En dat enorme verlies komt door het reclameverbod dat minister Flop... Slob heet hij nog, je weet maar nooit. Misschien kan het over een paar jaar, als we terugkijken op zijn carrière, wel zo heten. Ja, BNR... Dit is nummer 10, hè? Dit is nummer 10. En BNR krijgt geen geld van de minister en dat zal ook niet gebeuren, denk ik. Nu niet meer. Nee. 9 dan. Bram Moskowitz hangt regelmatig aan de lijn bij Ruud de Wild op NPO Radio 2... om zijn licht te laten schijnen over rechtszaken. Zo ging het dit keer over Cor van Hout. En dan is het, als je Bram Moskowitz bent, belangrijk om dingen niet door elkaar te houden. Beste Bram, je hebt vroeger Cor van Hout verdedigd bij de Heineken-ontvoering. Wat was dat voor een man? Ja, dat klopt. Dat ik hem heb verdedigd bij de Heineken. Maar ik heb hem ook ontvoerd. Of ontvoerd. Ik heb hem ook verdedigd in een zaak die... Dat wij nu een heel ander licht op de zaak krijgen. Ja. Als je dat een paar jaar eerder had gezegd... Ja, je snapt nu waarom hij geen advocaat meer is. Gebeuren. Gaan we naar nummer 8. Ja. De voetbaldames die speelden het WK voetbal afgelopen zomer. Nou, daar werd ook zelfs op NPO Radio 2 verslag van gedaan door Stefan Stassen en Jeroen Kijkendevechten. Alleen ja, ze gingen zo op in het becommentariëren van die wedstrijd dat Stefan zich even versprak. De voetbalwedstrijd. Ja, maar dat is nog een kleine 2 minuten en het staat dus nu 2-1 voor Nederland. Ja. Dus dat is een prostaat van formaat, mag ik zeggen. Een prestatie van formaat is het. Dat is een prostaat van formaat. En helemaal bij vrouwenvoetbal. Ja, het kwam niet meer goed. Nee. Is hij hier of niet? Zit hij boven? Bij Radio 2 misschien? Ja, is boven. Oké, nou ja. Ja. Gaan naar nummer 7. Nou, dat is naar 3FM. Onze eigen Eva Koreman heeft in 3 voor 12 Radio de band Yin te gast. En je weet wel. Van de situatie. Ja. De yin-yin-situatie. Oh, ja, ja. Nee. Nou, dat gaat allemaal goed, maar je moet als presentator natuurlijk wel weten wanneer het echt is afgelopen. Pingpong van yin-yin. Live bij 3 voor 12. Hoorde ik nou... Oh, zijn jullie nog bezig? Was het een break? Nee, joh. Oh, wat erg. Oké, 3, 2. Ja. Ja, zijn ze nog wel eens langs geweest bij 3FM? We draaien ze nog wel eens. Ja, ja. Ja. Nummer 6 dan. Op NPO Radio 5, daar heb je Tineke de Nooi, die presenteert daar de Tineke Show. Heeft een hele goede redactie, alleen ja, een redactie moet natuurlijk ook vertellen aan, in dit geval Tineke, wie er aan de telefoon hangt. Nou, daar was de redactie in dit geval iets te beknopt in. Hallo, Ria Maarsen. Hallo. Waar kom je vandaan? Maarsen. Oh, dus ik dacht dat jij Ria Maarsen heette. Nee. Je heet Ria. Ja, uit Maarsen. Ria Maarsen. Waar kwam ze nou vandaan? Ja, uit Maarsen. Oh ja. Dus ja. Ja. Ik snap dat ook wel. Dat zet je even neer natuurlijk. Ria Maarsen en dan komt het wel. Ja. Ja. Dat had ook Ria Badhoevedorp kunnen zijn. Goed. Ja. Nummer 5. Goed, deze was goed. En dat was pas 6. Kun je nagaan. Jordi Warnes en Hila Noorzai zitten samen op Q Music. En tijdens de eerste uitzending wordt Jordi verrast met een bekende aan de telefoon. Ja, je kent hem al. Hou het even stil nog, want we gaan... maar dan moet je wel weten wie het is. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ach, god. Jordi, kan je uitleggen wie we hier aan de lijn hebben? Ja, dag, mam. Nee. Oh, wow. Oh, nee. Oh. Nee. Oh, wat slecht. Oh, dit is mijn vriendin. Ik dacht dat mijn moeder was. Oh, man. Is het nog zijn vriendin eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Oh. Ja, lijkt me niet. Zou hier gebeuren? Ja. Laten we snel verder gaan. Ja. Nummer 4. Ik moet hier nog even van bij komen, hoor. Slokje water? Oh. Nee, het gaat wel weer. Oké. Okay. Nou, de bloopers die ik het meest binnenkrijg, dat zijn dingen die er misgaan met een verbinding. Want er klapt nog alles een verbinding uit. Het is echt schering en inslag. Soms is er ook vertraging. Nou ja, dat soort dingen, dat werkte allemaal op de zenuwen van in dit geval verslaggever Wessel de Jong van NPO Radio 1. En dan ging het wel heel erg mis.
Wessel, hoe groot is de kans dat Air France na volgende week de naam KLM zal schrappen? Nou, die kans lijkt me niet heel groot, eerlijk gezegd. Nu gaat er iets mis met mijn verbinding. Een seconde. Wacht even. Ben je er nog, Lara? Jazeker. Kom maar. Hallo. Godver. Ja, dat is een klein vloekje van Wessel. Een vloekje? Mooi. Hadden we dit moeten censureren? Nee. Nee, ik zou het nog wel een keer willen horen eigenlijk. Oh, nou, doen we na de uitzending. Ja, precies. Nummer 3 dan. Herman van der Zand en Henk van Steeg presenteren samen NOS Langs de Lijn. En denken, dit is crazy. Die denken Naomi Visser aan de lijn te hebben. Turnster. Maar er is iemand, er is een verkeerd nummer gebeld. En ze hebben iemand aan de lijn. En die doet gewoon mee. En we hebben haar aan de telefoon. Naomi, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe is het gegaan? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Ik ben toch ook gewoon zo top in zwemmen. In zwemmen? Ja. Hè? We zouden het hebben over het WK turnen, toch? Oh ja, nee, dat is wat ik gisteren deed. Nee, ja, vandaag heb ik geturnd. Okay. En dat, nou, vooral op de brug. De brug, dat ging mij heel erg goed af. Ja. Dus, ja, gewoon een paar salto's gemaakt. Oké. Okay. Dankjewel, we gaan even naar muziek luisteren, denk ik. Ja. Deze plaat ook. Ja, goede muziek. Ja, nog een paar salto's gemaakt. ja, verder is veel bijzonders eigenlijk, Herman. Ik heb deze al 23 keer gehoord, ik vind hem nog steeds leuk. Hoe zit dit? Nou ja, de regisseur, of in ieder geval de redactie, er is een fout gemaakt bij het nummer, ja? Vertelde Herman van der Zand me later. En ja, die mevrouw heeft gewoon meegespeeld. Die dacht, ik pak mijn moment of fame. Maar dat doe je dat toch niet? Dan zeg je toch, ja, sorry, je hebt een verkeerd nummer. Dat is toch... Ja, maar niet bij Herman van der Zand. En dan pak je momentje. Ja. Wauw. Ja. Nummer 2. Daar vinden we Frank Dane van 538. Die had op een gegeven moment Spike van Direct aan de lijn. En dan is Frank nooit te beroerd om de nieuwste single van Direct even te draaien. We zijn er echt enorm trots op. Ik denk dat in 19 jaar tijd dat ik de vetste single van Eric vind. En dus ik zou zeggen, zet hem op 10 en knal Devil Don't Care er doorheen. Hij doet nergens een ding. Ja, plagiaat momentje hoor. Dat is gewoon een grapje toch? Hij ziet dat hij een fout maakt. Hij deed het expres toch? Oh, was een grapje. Dat weet ik niet. Oh, ja, nee, was een grapje. Ja. Ja. Hij heeft het wel vaker gedaan, geloof ik. Oh ja, ja. Ik hoor dat natuurlijk altijd. Ja. Nummer 1. Ja, nummer 1. Deze ook goud. Daarom is ook 1. Mieke van der Wij won afgelopen jaar de zilveren reismicrofoon. En je zou denken, als je dit hoort, dat ze die 3 uur lang schreeuwend in ontvangst heeft genomen. En dan het nieuws over oogpresentator Mieke van der Wij. Want zij heeft vandaag een belangrijke radioprijs gewonnen. De zilveren reismicrofoon. Mieke, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Ja. Heb je zo hard gefeest of ben je verkouden? Nee, het heeft niks te maken. Ja. Het is echt heel erg. Dat ik mijn stem kwijt ben. En dan met vandaag? Heeft niks te maken met het feit dat ik gefeest heb. Ik ben gewoon verkouden. Ja, deze moet. Ja. Mocht voor een klap, jazeker. Ja. Oh. Ja, het slaat wel eens op je keel. Ja, maar in haar geval was het natuurlijk een heel ongemakkelijk moment. En daarna moest ze nog een heel weekend presenteren. Ongelooflijk. Ron, dankjewel voor dit moment. Ja. Aan tafel? Aan tafel! Aan tafel!